Mm-hmm. Er heeft hier bij Bastion Veere veel onschuldig bloed gevloeid. Bloed van onder andere John Baburam, de advocaat, die vernederd en gemarteld is. Die zijn hoofd tijdens zijn gebed tot bloedens toe aan de muur sloeg. Met zijn vrouw, kinderen, ouders, broers en zusters, zijn geliefden, is zijn laatste gedachte. Voor hij werd vermoord door de beulen van Fort Zeelandia. 34 jaar geleden. Veel onschuldig bloed gevloeid. Ook van de overige 14 mannen die samen met John Baburam valselijk beschuldigd werden van deelname aan een CIA-coup. Ik begrijp dat er recent eventueel verwarring en twijfel is ontstaan bij u en de gemeenschap. Wij als Stichting 8 december 1982 begrijpen de vertwijfeling en verwarring die door een enkeling uit de groep van nabestaanden gepoogd wordt te stichten, die overigens aangestuurd wordt vanuit de kring van de verdachten die met staatsmacht zijn ontkleed, voor tot nog toe onzichtbare voordelen en die met broze innerlijke waardigheid zich heeft aangesloten bij de cultus van straffeloosheid. Ik verzeker u, ik kan u geruststellen, dat de Stichting 8 december 1982 zal blijven eisen dat het onrecht aangedaan aan deze 15 mannen en aan talloze andere Surinamers, zoals inspecteur Gooding, de tientallen mannen, vrouwen en kinderen van Moiwana, mannen van Apura, Sipaliwini, politieagent Sultan, luitenant van Aals en de velen anderen bestraft zullen worden en om eerherstel voor hen gevochten zal worden. En de waarheid omtrent hun moorden aan het licht zal worden gebracht. Het 8 december moordproces wordt systematisch door de uitvoerende macht en de coalitie in DNA gestagneerd en belemmerd om uiteindelijk hun doel te bereiken, namelijk stopzetting ervan. Parallel met deze anti-trias politica strategie wordt de actie ondernomen om in plaats van waarheidsvinding middels gerechtelijk onderzoek een alternatieve quasi-waarheidsvindingsproces te Brokobaka te initiëren, die overigens door de samenleving verworpen is en als verwerpelijk wordt aangemerkt. Wie ja is Sini van Stichting Wamboskopu die alasanamang aher volku sanang takiwina wang yupeng na wipeng yustrei futru na wistrei unustrei na taki kirimang noka waka frilontu sondro de frantwortu de ogri na krutu bakra eva krutu basi wankaring of krutu uma. Which side do the friendly nations and international organizations of which Suriname is a member choose when faced with a government that, even though elected democratically, actively and openly undermines the rule of law? Can they afford to continue excusing the tolerance of such a government and its representatives behind the mere fact that the government and its leader
were democratically elected, while their daily actions and manner of governance contrast sharply with the spirit of democracy and rule of law? Or are they willing and ready to follow the recent example of Mercosur in the case of Venezuela? Laat het voor de zoveelste keer gezegd zijn. Wij zullen blijven volharden in onze eis dat de verdachten van de laffe moorden op de 15 voorvechters van de democratie door de rechter zal moeten worden beoordeeld op basis van wet en recht, met als uitspraak schuldig of onschuldig. Die onrecht doet, die zal het onrecht dragen die hij gedaan heeft.